Ja, vrienden. Jut en Joel. Ja, we zien het. Ja, Jut en Joel zijn weer onderweg. Vrienden. Ik wil het even hebben over... of wij, hè, zeg maar... de man, hè. Daar heb ik het dan even over. Of wij het altijd wel even voor het zeggen hebben, hè. Dat we, zeg maar... de dienst uitmaken. Of... zoals ze het noemen dan, of wij de broeken aan hebben, hè? Dat idee. Nou ja, en ik twijfel daar zo enorm aan, want wij zeggen dat dan altijd wel tegen elkaar, hè, mannen van, ja, nee, ja, oh, maar wij hebben zo verschrikkelijk de broeken aan en wij maken het allemaal wel uit. Nou, vrienden, kijk, er zitten hier, kijk, ze beginnen te lachen, en dat komt, kijk. Want dan zegt zij bijvoorbeeld, nou, vanavond eten we, ik noem maar wat, bal gehakt met witlof. Maar dan heb ik daar bijvoorbeeld helemaal geen zin in. En dan denk ik bij mezelf, nou nee, liever niet. En dan zeg je dat ook. Maar weet je wat dan de einduitslag is, 's avonds? Wat ik dan eet? Ja, kijk naar de. En het is dan gewoon witlof met gehakt, punt. En dan denk ik, ja, daar gaat hij. Maar ook bijvoorbeeld met televisie. Televisie kijken. En dan is er voetbal, hè. Ja, jullie weten het wel. Dus ik wil gewoon... dan wil ik gewoon die wedstrijd kijken. Maar zij niet. Dus voordat ik het weet... en dat wordt dan toch een beetje erdoor getouwd... en dan zit ik vertrek te kijken... of Voice van Holland... of hoe heet dat? Château Meiland... En dan moet ik toch dat voetbal voor een groot deel laten gaan. En dat komt alleen maar, vrienden, omdat we op die momenten hebben wij gewoon de broek niet aan. Dat is hem. Want dit, weet je, dat is die vrouwen, weet je, die kunnen soms dingen doorduwen. En dat gaat heel langzaam. Maar oh zo vervelend. Dus dat kan iets zijn van, ja, er moet iets gekocht worden in huis. Of er moet een nieuw bankstel komen. Of er moet iets in de keuken komen. En dat wordt maar herhaald. En keer op keer. En wij reageren in eerste instantie niet. Hè, want we denken, laat maar gaan. Dat kost me veel te veel geld. Maar nee. En dat komt maar terug. En de einduitslag is altijd in hun voordeel. Dan gaat het gewoon toch gebeuren. Ja. En dat is het, vrienden. Dat is het. Dus daarom vraag ik mezelf af. En jullie moeten het ook doen. Hebben wij de broek aan?